Welkom bij Rechtstreeks uit de Raad. Vanavond komt de gemeenteraad voor het eerst bijeen na 8 weken reces. En er staat direct een heel interessant en belangrijk onderwerp op de agenda. De zogenoemde kerntakendiscussie. Want die gaat vanaf nu losbarsten. En om precies te weten wat die kerntakendiscussie nu eigenlijk inhoudt, spreken we eerst met de verantwoordelijk wethouder, de heer Sleking, op zijn kantoor in het stadskantoor. Meneer Sleking, de gemeenteraad gaat weer van start en direct met een heel belangrijk onderwerp, de kerntakendiscussie. In het politiek akkoord heeft u gezegd dat dat een van de dingen is die echt op de agenda komen te staan. Een jaar lang discussiëren over wat moet de gemeente nu eigenlijk in de toekomst toch wel gaan doen en wat niet. Met als achtergrond dat er ook bezuinigingen moeten gaan plaatsvinden. Kunt u in heel algemene termen zeggen van hoe u tegen die kerntakendiscussie aankijkt? Ja, wat mij betreft en wat het college betreft wordt dat een heel open dialoog met de raad. Maar ook met de bewoners en instellingen in onze gemeente. Omdat we met elkaar een zoektocht hebben te gaan van voor welke taken staat de gemeente nu eigenlijk gesteld. En welke taken die de gemeente nu uitvoert zouden ofwel net zo goed ofwel beter door anderen uitgevoerd kunnen worden. Ja. En u zei het al, het motief, het argument van een noodzakelijke besparing speelt daarbij wel een rol. Het is geen vrijblijvende discussie. Uiteindelijk moet die ook wat gaan opleveren. Ja, voor de duidelijkheid, het gaat over de taken van de gemeente die ze niet wettelijk hoeft uit te voeren. Ja. Even voor een goed begrip, wat zijn wel wettelijke taken die sowieso... Ja, bijvoorbeeld op het gebied van het veiligheidsbeleid, hè, waar de gemeente natuurlijk de primaire taak heeft om voor de veiligheid in de stad te zorgen. Dus het gaat om de openbare ruimte, bijvoorbeeld van het hebben van een bibliotheek. Functie. Daar liggen wettelijke taken aan de gemeente opgelegd die wij moeten handhaven. Het zijn vaak zaken die ook in vergunningen geregeld moeten worden op het gebied van milieu bijvoorbeeld. Heeft de gemeente ook de verplichting om te zorgen dat die zaken op een goede manier worden uitgevoerd. Ja, en het Rijk stelt daar ook financiële middelen voor ter beschikking voor die wettelijke taken. Ja, precies. Dus die worden daar ook voor ingezet. Die zijn gelabeld, zeg maar. Ja. En dan, die mag je niet voor andere zaken gebruiken. Nou, in de historie terugkijkend heeft de lokale overheid steeds meer taken naar zich toegetrokken. Begon vroeger met name die veiligheid en met gezondheid. Maar dat heeft zich langzaam steeds meer uitgebreid. En nu zitten we op een kantelpunt om langzaam weer die gemeentelijke taken wat terug te dringen. Als ik nou denk aan die niet-wettelijke taken, waar moeten we dan aan denken? Nou ja, dat is best aardig wat, denk ik. Het gekke is, er komt nu in het kader van de hele decentralisatieoperatie, komen er juist op sociaal gebied weer een aantal extra taken naar de gemeente toe. Als het gaat om de WMO en de jeugdzorg, komt ook het nodige geld mee. Maar de gemeente moet dat natuurlijk ook wel op een goede manier kunnen gaan uitvoeren. Maar laten we een beetje een neutraal onderwerp nemen, de parkeerfunctie in onze stad. Wij hebben nu zelf een parkeerbedrijf. We hebben zelf parkeergarages ontwikkeld en we verzorgen de hele exploitatie daaromheen. Er zijn ook gemeenten die hebben er al eerder toe besloten dat door een particulier bedrijf wordt uitgevoerd. Dus je kan daar afspraken maken van wat wil je als gemeente, welke kaders geef je mee? Ja. Als het gaat om tarieven wellicht of om spreiding of openingsuren. Maar je kan dat heel goed door anderen laten uitvoeren. Ja, nu die kerntakendiscussie die wordt gefaseerd in een aantal stappen. Die begint dinsdag 9 september in de commissievergadering met het presenteren van de notitie agenda voor de stad. Daarmee wordt de gemeenteraad voor het eerst zeg maar geconfronteerd. Dan kan ze discussiëren over van hoe gaan we dat proces nu eigenlijk in. Ja. En een van de belangrijke tweede stappen is in dat traject dat de gemeenteraad gaat discussiëren over welke domeinen hebben we het nu eigenlijk. Wat moet ik me bij die domeinen voorstellen? Ja, er is overigens vorige week ook al een ronde geweest die de gemeenteraad zelf had georganiseerd. Waarbij ook externen zijn uitgenodigd, bestuurskundigen, maar ook mensen bijvoorbeeld uit de gemeente Capelle. Die al eerder een vergelijkbaar traject achter de rug hebben. Om ook een beetje gevoel te krijgen
bij de wijze waarop je zoiets kunt organiseren. Ja. De verschillende domeinen als het gaat om fysiek, sociaal. We hebben natuurlijk in onze gemeente in de verschillende sectoren de verschillende domeinen belegd. En het is ook de bedoeling dat in feite met een open vizier naar al die domeinen gekeken gaat worden. Ja. Dat we op voorhand niks uitsluiten eigenlijk in die discussie. Ja, wat een vraag die het oproept is eigenlijk dat ook binnen die domeinen al wordt gezegd dat we per domein gaan kijken van hoe groot de bezuinigingsoperatie daarin zou moeten zijn. Dat lijkt een beetje strijdig met het idee dat je eigenlijk met een open vizier naar elk van die domeinen kijkt. Ja, maar dat is denk ik ook om te voorkomen dat die discussie al te vrijblijvend wordt. Er moet wel enige druk op de ketel staan, zodat ieder ook wel tussen de oren heeft dat deze discussie niet vrijblijvend gevoerd gaat worden. Dat iedereen ook bereid moet zijn om te kijken van waar liggen hier nou de vraagstukken? Welke opgaven staan we de komende tijd voor? En van welke onderdelen kunnen we ook zeggen van daar kunnen we het echt wat minder doen. Ja. Doen we wellicht een beroep op de kracht van de Dordtse samenleving. Want daar ligt natuurlijk ook heel veel kracht als je ziet wat er al georganiseerd kan worden. Welke initiatieven er binnenkomen. Uiteindelijk moeten daar conclusies uitgetrokken worden. Ja. Wanneer wordt de bevolking, zeg maar de stad, echt bij dit project betrokken? Project, proces? Ja, je kan het ook inderdaad als een project zien. We hebben ook een projectleider aangesteld om dit in goede banen te leiden. Ja, we hebben daar ongeveer in totaal een jaar voor uitgetrokken. We zijn hier natuurlijk voor het zomerreces hebben we hier een start meegemaakt. Met een startnotitie aan de raad voorgelegd. En de eindstreep is eigenlijk de behandeling van de kadernota. Mei, juni volgend jaar. Ja. Dus die tijd hebben we om ook de discussie en het gesprek aan te gaan met onze partners in de stad en inwoners van de stad. En er zal ook per onderdeel gekeken worden, denk ik, in hoeverre het meerwaarde heeft om de inwoners van onze stad erbij te betrekken. Dat zal niet voor alle onderdelen het geval zijn. Nee, want we hebben vorig jaar die bezuinigingskeuzes.nl gehad, waar de bevolking nadrukkelijk werd gevraagd mee te denken over mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Moeten we ons bij de betrokkenheid nu weer hetzelfde voorstellen? Ja, er ligt natuurlijk nog wel een behoorlijke opbrengst van de discussie die we gehad hebben met de bezuinigingskeuzes. Want er is natuurlijk heel veel gebruik van gemaakt. We hadden een enorme respons van tussen de 4.000 en de 5.000 mensen die de moeite hebben genomen om hun mening te geven. Daar lagen ook nog wel alternatieven die mensen hebben aangegeven in een open vraagstelling. Dus we gaan ook wel kijken of we dat materiaal opnieuw kunnen gebruiken bij de exercitie die we nu gaan doen. Maar de discussie die we nu gaan voeren is wel wat fundamenteler. Hè? Ja. Want tot nu toe hebben we toch wel heel veel met kaasschaven gewerkt om tot bezuinigingsoperaties van 4 à 5 miljoen te komen. En het gaat nu wel om een bedrag van om en bij de 8 miljoen, zeg maar. Die uiteindelijk noodzakelijk zal zijn om tot structurele ombuigingen te komen. Maar ook om wat ruimte te creëren om opnieuw te investeren. Ja. Want ook de komende periode willen we financiële ruimte hebben om in onze stad te blijven investeren. Want we willen deze stad wel graag weer wat sterker en beter op de kaart zetten. Ja, want even los van dat het om bezuiniging gaat, gaat het ook gewoon domweg om een fundamentele discussie. Wat doet een overheid niet en wat doet die wel? Met uiteindelijk consequenties voor de begroting van 2016. Ja. En daarmee, met die begroting die in het najaar van volgend jaar plaatsvindt, zou dan ook een einde zijn gekomen aan die kerntakendiscussie. Ja, en daar zal ongetwijfeld ook een pittige politieke discussie om gevoerd gaan worden. Want vanuit verschillende ideologieën, de lokale partij is een beetje neutraal wat ideologie betreft, maar mensen vanuit de socialistische hoek, of de liberale hoek, die kijken natuurlijk ook anders naar het functioneren van de overheid. Ja. Ja, waar met name liberalen zeggen van de overheid zo klein mogelijk en zoveel mogelijk taken daarbuiten. Zijn natuurlijk met name vanuit de sociaal-democratie en socialistische stroming toch wel eerder geneigd om taken bij de gemeente te houden en dat te laten uitdijen. Dus ik verwacht nog wel echt flinke politieke discussies.
bij de uiteindelijke uitkomst. Hè? Want dan kom je voor keuzes te staan, ja, wat wel en wat niet. Dat zal ook hier en daar wat lef daadkracht vragen van de verschillende fracties. Gaat het lukken, denk u, een begrijpelijke, duidelijke, fundamentele kadernota in mei volgend jaar? Ja, dat denk ik wel. Dat moet ook, want dat is de opgave waarvoor we gesteld zijn. Nogmaals, het is geen vrijblijvende opdracht. Die discussie willen we graag voeren, want het moet ook vooral om de inhoud gaan. Maar tegelijkertijd is iedereen zich ervan bewust. Voor volgend jaar gaan we met incidentele middelen een deel van de begroting vullen en oplossen. Maar voor de jaren daarna hebben we echt structurele ombuigingen nodig om als gemeente financieel gezond te blijven. En daar is iedereen in deze gemeente natuurlijk bij gebaat. Ja. Want wat wij eigenlijk nu als laatste op ons rijtje hebben staan, dat is een lastenverzwaring. We vinden dat de mensen al door landelijk beleid ook zoveel lastenverzwaring over zich heen hebben gekregen, dat eigenlijk de allerlaatste keuze zou zijn, in ieder geval voor de collegepartijen. Wethouder Sleking heeft ons van alles verteld over hoe de kerntakendiscussie zich de komende jaar zal ontrollen als proces. En ik ben nu wel benieuwd naar een aantal fractieleiders wat zij vinden van de procedure en of ze inhoudelijk al ideeën hebben over hoe het moet gaan met die kerntakendiscussie. Meneer Van Verk, startnotitie gemaakt. Als u die leest, denkt u dan dat dat een aanpak is die kan leiden tot het gewenste resultaat? Ik heb daar veel vraagtekens bij. De startnotitie gaat erg uit van een gezamenlijk project van gemeenteraad en college. En ik vind dat het college zijn verantwoordelijkheid moet nemen en moet komen met concrete voorstellen waarop de partijen vervolgens hun visie kunnen geven. En zo nodig, als er daadwerkelijk een breed draagvlak wordt gezocht, er onderhandelingen plaatsvinden over datgene wat het college voorstelt en wat wij als PvdA of andere partijen zouden willen. In hoofdlijnen kunnen wij ons daar wel in vinden, maar we vinden wel dat we wat meer vaart moeten maken in het aangeven waar we kunnen bezuinigen. Ja. En ook de bandbreedte daarin. Want dat is denk ik voor de burgers heel belangrijk. Ik denk dat het een duidelijk en helder tijdpad is waarbinnen we het moeten doen. En ik ben vanuit Peter Voortort ook blij dat we die discussie nu op dit moment weer aan het begin van de periode gaan voeren. Ja, er is in de startpetitie wel aangegeven dat een van de eerste stappen die wordt genomen, en dat is al eind oktober, een aantal beleidsdomeinen wordt genoemd waar ook al wat plafonds worden aangegeven waar de bezuinigingen zouden moeten plaatsvinden. Is dat niet voldoende? Nee, dat vind ik niet voldoende. Ik vind het zelfs een slechte zaak dat de kerntakendiscussie wordt vermengd met een bezuinigingsoperatie. Die twee dingen zijn volstrekt andere grootheden. Of je bezuinigt een bedrag van 10 miljoen en doet daar voorstellen voor. Of je hebt het over de kerntakendiscussie en dat gaat over de taken die je als overheid wel of niet wenst uit te voeren. Ja, een fundamentele discussie over wat is nu Precies. eigenlijk een lokale overheid. Wat dat betreft heeft de sociaaldemocratie, waar de Partij van de Arbeid altijd garant voor heeft gestaan, een hele lange historie. Er wordt wel eens gezegd van de Partij van de Arbeid heeft ervoor gezorgd dat de lokale overheid gewoon te groot is geworden, te veel taken doet. Hoe ziet u dat? Daar denken wij dan wezenlijk anders over dan andere partijen. Wij vinden juist dat de lokale overheid, die dicht bij de mensen staat, het meest geschikt is om taken uit te voeren. Ik denk dat wij als politiek ook aan moeten geven waar we willen op bezuinigen. En ik vind dat het ook een zaak van de Raad is om dat goed aan te geven. Want dat is het hoogste orgaan in deze stad. Ja, nu is de kerntakendiscussie natuurlijk bedoeld uiteindelijk om tot bezuinigen te komen. Maar meer fundamenteel zou je kunnen zeggen dat het gaat om goed helder nadenken over wat moet een overheid nu wel lokaal en wat moet die niet. De liberalen hebben wat dat betreft een geschiedenis die heel lang teruggaat. Want uiteindelijk is het Thorbecke, meen ik, die voor het eerst zich bezighield met de overheid moet meer instaan voor de burgers. Hoe ziet de VVD dat in de loop der jaren veranderen? Dat klopt ook. Thorbecke heeft het natuurlijk ook neergezet. Maar we hebben het met elkaar wel heel ver uitgebouwd. En dat zullen we nu weer een klein beetje in gaan krimpen de komende tijd. En dat zal de bevolking pijn doen. Maar ik denk dat het ook gezond is om met de bevolking, dat wilde Thorbecke ook, met de bevolking en de politiek in discussie te voeren hoe we dat gaan doen.
Wij geven aan wat we kunnen bezuinigen. De bevolking geeft aan hoe we het kunnen oplossen ook. Nu is er al door de jaren heen een trend van meer marktwerking. Er zijn dus al veel overheidstaken, ook landelijk, bij marktpartijen terechtgekomen. Dat heeft niet altijd per se gunstig uitgepakt voor burgers. Hoe ziet u dat nu? Nee, dat klopt ook. Er zijn heel veel zaken die tegenvallen en die niet de opbrengst geven die we verwachten. Daar moeten we ook naar kijken. We moeten niet diensten van de overheid wegzetten om te kijken en dan te zeggen zoek het maar uit. Nee, we zullen moeten kijken dat het echt iets opbrengt en dat het een meerwaarde heeft. Als dat het niet heeft, moeten we het niet doen. Beter voor Dordt is een typische lokale belangenpartij. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de VVD of naar de Partij van de Arbeid, die representeren bepaalde stromingen, het liberalisme, het sociaaldemocratie. Kiezen voor meer of minder overheid nu juist. Hoe staat Beter voor Dordt daarin? Wij wegen gewoon de voorstellen die er komen, die wegen we af. We zeggen wel vooraf van, nou ja, volgens mij moet echt overal naar gekeken worden. Naar de mogelijkheden die er zijn. Waarbij we natuurlijk wel met elkaar ook de afspraak hebben dat zaken die we nu kort geleden in ons coalitieakkoord hebben vastgesteld, dat die natuurlijk niet via de kerntakendiscussie alsnog weer ter discussie komen te staan. Want dat zijn zaken waar we met elkaar ons in hebben gevonden om die in ieder geval, om daarmee aan de slag te gaan in de stad. Nou wordt er gezegd, en dat is ook wel logisch, dat de kerntakendiscussie ook om bezuinigingen gaat. Maar het is eigenlijk een principediscussie. Ook. Over wat is een overheid lokaal en wat is een overheid niet. Ja. Hebben jullie daar standpunten in? Even los van dat coalitieakkoord. Nou ja, los van dat coalitieakkoord vinden wij dat je inderdaad overal naar moet kijken. Naar waar je inderdaad kunt bezuinigen, maar in eerste instantie waar je met elkaar de discussie over aangaat of dat dan een taak is van de overheid of niet. En we zullen per onderdeel zullen we daar binnen de fractie met elkaar een afweging in moeten maken. Laat ik vooropstellen dat wij vanuit de Partij van de Arbeid in ieder geval die taken van belang vinden die gericht zijn op de mensen die in deze stad het al niet breed hebben. Die organisaties die zich daarmee bezighouden. En die activiteiten die daarvoor ontplooit worden, die vinden wij dat die in elk geval, zeker in deze moeilijke tijden, overeind moeten blijven. Ja. En waar denkt u te kunnen inleveren? Nou, je zou kunnen kijken naar zaken als gratis openbaar vervoer voor ouderen. In een algemene zin, is dat nou nodig? Daar waar er ouderen zijn die meer dan voldoende geld hebben, die zelf een auto hebben. Tegenover mensen met een uitkering die ook door de stijgende prijzen in toenemende mate geïsoleerd dreigen te worden. Ja. Wij zouden dan verpleiten dat als je al overgaat tot gratis openbaar vervoer, dat je dat dan daar laat terechtkomen bij de mensen die inderdaad weinig geld hebben, te weinig geld hebben om zich nog te verplaatsen. Ja. Kunt u al een voorschot nemen op aan welke soort domeinen denkt u waar wel wat te halen valt? Ik denk dat we op alle domeinen moeten kijken. Dat we alle domeinen tegen het licht moeten houden en dan moeten kijken waar we gaan bezuinigen. We zullen moeten kijken bij de ambtenaren en we zullen moeten dat we minder een terugtrekkende overheid krijgen. En we zullen ook moeten kijken wat er de mogelijkheid is om de sociale voorzieningen goed te laten functioneren. En dat zullen we af moeten wegen. Ja. Nou kijk, in het coalitieakkoord staan vooral zaken in die we willen gaan doen en waar we niet aan willen komen. Hè? Dus mogen duidelijk zijn dat als we gaan kijken naar waar wij geld vinden om te bezuinigen, dat we dat in eerste instantie niet gaan doen door de lasten te verzwaren. We hebben met elkaar afgesproken, zo staat het in ons verkiezingsprogramma en zo staat het ook in het politiek akkoord, dat wij het aan alle tijden proberen te voorkomen dat we extra inkomsten krijgen door de lokale lasten te verhogen. Ja. Dus dat gaan we in ieder geval niet doen. Daarnaast is al door andere partijen gezegd van nou, het lijkt me nou eens mooi om toch dat gratis OV 65 plus bijvoorbeeld ter sprake te stellen. Want is dat nu een kerntaak van de gemeente? Je kunt erover discussiëren of de kerntaak van de gemeente is.
Maar wij vinden het vanuit Beter voor Dordt zo belangrijk. We hebben daar stevig op ingezet tijdens de verkiezingen. Dus dat staat wat ons betreft niet in discussie. Bent u optimistisch over het komende jaar? Ik bedoel, er is een coalitie die duidelijk andere keuzes maakt, wellicht dan de Partij van de Arbeid zou doen. Denkt u dingen uit het vuur te kunnen slepen? Wij hopen dat we inderdaad in een positie komen waarin het college inderdaad dat draagvlak zoekt, waarin we kunnen onderhandelen over de plannen die voorliggen en de scherpe kanten kunnen afslijpen van die bezuinigingen waarvan wij vinden dat ze op verkeerde plekken zullen terechtkomen. De houding van deze coalitie leidt niet tot veel optimisme op dat punt. Ik vind dat de coalitie tot op heden weinig toenadering zoekt tot de oppositie om te komen tot een werkbare geheel. Het traject gaat uiteindelijk duren tot en met de begroting voor 2016, dat is eind 2015. Denkt u dat het haalbaar is om dan echt voor iedereen begrijpelijke bezuinigingen in kaart te hebben gebracht? Ik ga ervan uit dat dat duidelijk overgebracht kan worden door de politiek. Maar dat iedereen er blij mee zal zijn, daar ben ik van overtuigd, absoluut niet. Nou, volgens mij komt er dadelijk een begroting, een sluitende begroting 2016 en ook een sluitende meerjarenbegroting. Maar zal het best wel heel lastig worden. En ja, realiseren wij ons ook dat het zeker op sommige terreinen dat het pijn zal gaan doen. De kerntakendiscussie die gaat het komende jaar losbarsten. We hebben drie partijen erover horen spreken. Drie uiteenlopende ideeën wat er nou eigenlijk precies moet gaan gebeuren. En er zijn 9 partijen in de Dordtse gemeenteraad. Dus dat wordt heel wat gediscussieerd het komende jaar. En op enig moment zult u daar als burger ook bij betrokken worden. Ook u zal worden gevraagd, ja, wat denkt u nu eigenlijk wat een overheid is lokaal en wat niet. Wat zou er eventueel bezuinigd mogen worden en wat niet. En het toeval wil dat komende zaterdagmiddag, dat is 13 september, de Raad op straat verschijnt, zoals elk jaar. Dat is op de Statenplaats, vlakbij het Statenplein. Die zaterdagmiddag kunt u in gesprek met alle 9 politieke partijen. Zij zullen u te woord staan. En u kunt dan al aangeven van hoe u kijkt tegen de stad, wat uw agenda is voor de stad het komende jaar en de komende jaren. We hopen u daar allemaal te zien. Kom, het is belangrijk, dat weet u zelf ook, want het gaat over uw toekomst in uw stad. Dit was Rechtstreeks uit de Raad. Tot volgende week.